Dutch Master Painters presenteert Joost Zwagerman. Onze bekende schrijver Joost Zwagerman. Joost. Joost. Dankjewel. Ik zou bijna willen zeggen, wat moet ik nu nog toevoegen na de adjectieven van de wethouder? Maar ik ga toch mijn best doen. Hartelijk welkom deze middag voor twee festiviteiten. Niet alleen Dutch Master Paintings, maar ook de onthulling van de Nationale Kunstagenda. Gisela noemde al even twee boektitels van mij. Alles is gekleurd en kennis is geluk. Beide boeken hebben één op één te maken met kunst en het kijken naar kunst. Alles is gekleurd is een verwijzing naar een gedicht van K. Schippers dat u misschien wel kent. Ik heb het op school moeten leren. Het is een van de makkelijkste gedichten om van buiten te leren. Namelijk, als je goed om je heen kijkt, zie je dat alles gekleurd is. Dat is denk ik wet nummer 1 voor beeldend kunstenaars. En we zien zo meteen in het Tongelauwenhuis heel veel kleur. De tweede boektitel van mij, Kennis is geluk, heeft ook weer te maken met beeldende kunst. Wat je vaak hoort zeggen is, kennis is macht. Dat kan waar zijn, dat is maar de helft van het verhaal. Maar zoveel kennis, met name omtrent kunst, geeft, als het goed is in ieder geval bij mij, heel veel geluk. Ik ga u twee voorbeelden noemen voordat ik iets ga zeggen over de kunstenaars van vanmiddag. Ik ga dat kort houden, dames en heren, schrikt u niet. Iedereen kent wel zijn of haar eerste ervaring met beeldende kunst. En dan met name misschien moderne beeldende kunst. Ook het moment waarop je misschien moeite hebt moeten doen om hedendaagse kunst te appreciëren en te waarderen en te begrijpen. Toen ik 16 was en ik nog opgroeide in Alkmaar, Noord-Holland, was er op de middelbare school waar wij zaten een keer een verrassing voor ons, scholieren. Er stonden twee bussen klaar bij de uitgang van de school. En wij zouden naar Amsterdam gaan. Nou, dat was natuurlijk geweldig, hè? Dat was een enorm groot feest. 80 provinciale scholieren gingen in twee bussen. En de stemming was uitzonderlijk. Totdat wij hoorden waar we naartoe gingen. Naar het Stedelijk Museum in Amsterdam. En dan moet je je voorstellen, je bent in de peergroep van 16-jarigen. En dan hoor je dus moderne kunst en eigentijdse kunst hoor je heel erg boring te vinden. Of er zijn nu weer allerlei andere adjectieven voor. Maar de stemming daalde. En ik deed eigenlijk mee met het dalen van die stemming. Maar stiekem vond ik het wel interessant om naar het Stedelijk Museum Amsterdam te gaan. Wij werden verwelkomd door een hele enthousiaste curator die ons geleidde langs een aantal sleutelwerken uit de hedendaagse beeldende kunst. En daar schokten dan 80 totaal gedesillusioneerde scholieren achteraan. Toen dacht ik, curator zijn is niet altijd leuk. En op een gegeven moment stonden wij bij een werk van Yves Klein. Een van de vele monochromen in blauw van Yves Klein. Voor wie Yves Klein niet kent, als u hem googelt, dan ziet u heel veel gewoon blauwe werken. Alleen maar blauw, monochroom. Yves Klein wilde het mooist denkbare blauw op het doek zetten. En zo zei die curator dat ook tegen ons. Kijk naar dit blauw, jongens en meisjes. Het is blauw van de kosmos. Het is blauw van het heelal. Het is blauw van de blauwste zee die je maar kunt bedenken. En per jubelzang zag je de interesse alle kanten op gaan. Want die scholieren keken gewoon naar een stuk, ja, een blauwe schilderij of zo. Zoals Nico Dijkshoorn onlangs toch op televisie zei over Yves Klein. Ik zie gewoon een blauwe muismat. Dus dat hielp niet heel erg, hè. Dat was natuurlijk, maar dat blauw van Yves Klein is niet zomaar blauw. Hij heeft zelfs een ultramarijner blauw proberen te maken dan het ultramarijn blauw zelf. Dat is International Klein Blue. En de schilders hier onder ons vanmiddag, die weten ook dat het bestaat. Je kunt het gewoon kopen. Hij heeft een patent op laten vastleggen. Maar voordat hij dat blauw vond, was hij inderdaad, en dat las ik later, op mijn 22e, en nu komt de clue. Op mijn 22e las ik dat Yves Klein, die jong gestorven is, de hele wereld is af gaan reizen. Inderdaad op zoek naar wat hij de mooiste kleur blauw vond. Waar is dat nou te vinden? Hij ging naar Zuid-Amerika, hij ging naar Mexico, naar die blauwe rivieren. Hij ging zelfs naar de Noordpool en op een gegeven moment ging hij naar Assisi, in de Sint-Franciscus-basiliek. En daar zag hij de fresco's van Giotto. Maar daar zag hij ook de pijen van de engelen, die zo prachtig gevouwen zijn. En hij zag, dus iedereen die daar was in die basiliek, die keek gewoon naar die Bijbelse taferelen. Maar Yves Klein, jong als hij was begin 30, was totaal in katzwijn voor het mooiste blauw dat hij eindelijk had gevonden bij Giotto.
En vervolgens is hij aan de slag gegaan, geïnspireerd door Giotto, en heeft hij die monochrome werken gemaakt. 700 jaar later, want die fresco's in de Sint-Franciscus-basiliek, die dateren van de 14e eeuw. Dus eigenlijk zegt Yves Klein met zoveel woorden, dank u meneer Giotto, dat u dit geweldige blauw heeft aangebracht en dat ik er 7 eeuwen later nog naar kan kijken en er mag van genieten. En mijn monochromen zijn een handreiking aan u. En niet alleen een handreiking, maar ook een vorm van schatplicht en dankzegging. Nou ja, toen ik dat las en toen mij dat als het ware overkwam, die kennis, ben ik met heel andere ogen gaan kijken naar het werk van Yves Klein. En laat ik het zo zeggen, ben ik het veel meer gaan waarderen. Juist vanwege dit verhaal. Had ik die kennis niet gehad, dan was ik waarschijnlijk minder gelukkig geweest als ik oog in oog stond met een werk van Yves Klein. En in die zin is dit de verklaring van mijn boektitel Kennis is Geluk. En vanmiddag, als u zo meteen naar het Tongelo-huis gaat, aarzel dan niet en spreek kunstenaars aan. Want achter heel veel kunstwerken zitten bepaalde verhalen die misschien sommige kunst kan ontsluieren en ontsluiten. En daar wordt u vast heel erg gelukkig van. Dat weet ik bijna zeker. Ik geef nog één ander klein voorbeeld. Heeft ook met blauw te maken. Een paar jaar geleden was er in het Van Gogh Museum een tentoonstelling over de blauwe jaren van Picasso. Ik weet niet of één van u daarheen is gegaan. Naar die tentoonstelling. De beginjaren van Picasso. Dames en heren in Roosendaal. Dat kan niet. U moet toch even, beleefdheidshalve, moet iemand toch even nu een vinger opsteken. Want straks ga ik weer terug naar Haarlem. En dan stop ik in Amsterdam en zeg ik, nou, je was in Roosendaal. En wat is dat voor publiek? Daar zijn er nog kunstminnaars. Houden die een beetje in de... Niemand is geweest. Nee. Picasso in de blauwe periode. Ze kwamen uit Japan. Ze kwamen uit, weet ik veel wat. Onder enorme lange rijen, maar niet van hier. Goed, nou, ik ga het toch vertellen. De blauwe periode van Picasso is zo in de jaren 1911, 12, 13, 14, 15. Dat hoor je dan in de kunstgeschiedenisboekjes. Hij heeft zijn roze periode gehad. En op een gegeven moment ging hij alles met een blauw waas schilderen. Dat was voor zijn cubistische tijd. En daar hingen in het museum dus al die blauwe doeken op rijen. Het Van Gogh Museum. Je hebt het gemist, je ziet het niet meer terug. Twee kleine doeken waren er ook bij van een jonge man op zijn doodsbed. Er stond alleen maar onder Casagemas op zijn doodsbed. En dan kijk je daarnaar en denk je, ja, dat is wel mooi gedaan, hè, van Picasso. Totdat je gaat lezen wie die Casagemas was. Casagemas was de boezemvriend van Picasso. En in 1900 gingen zij van Malaga, waar hij eerst heeft gewoond, via Barcelona naar Parijs. Omdat ze beiden als journalist, dames en heren, dus niet als kunstenaar. Want Picasso begon als journalist. Om als journalist verslag te doen van de wereldtentoonstelling aldaar die toen in 1900 in Parijs werd gehouden. Dus gingen twee Spaanse jongens vol goede moed naar Parijs. Picasso was onder de indruk van alles wat hij daar zag aan kunst. Dus die legde meteen zijn pen aan de wilgen. Hij kon niet faxen, want die had je toen nog niet. Maar hij was journalist af en ging onmiddellijk schilderen. Samen met hem, zijn boezemvriend, Casagemas ook. Maar die had helaas iets minder talent. Maar wel deden ze hun best. Casagemas raakte verliefd op een meisje in Parijs. Zo'n fatale vrouw die je dan ontmoet in een café. En dat leidde hem ontzettend veel af van zijn werk. Terwijl Picasso stug doorging. Met in kerst 1901 of 2, daar wil ik van af zijn, gingen ze tijdelijk terug naar Barcelona, Casagemas en Picasso. Maar Casagemas had heimwee naar dat meisje, naar die vrouw. Die hij dus af en toe zag in allerlei cafés en nachtclubs en dergelijke. Dus die ging versneld weer terug naar Barcelona. Hij ging naar het café waar zij het meeste te vinden was. Hij zag haar daar staan in innige omhelzing met een ander. Trok een pistool. De anekdote vertelt niet hoe hij aan dat pistool kwam. Maar ja, hij had een pistool bij zich. Hij trok het pistool. Hij richtte. En hij schoot. En hij schoot mis, dames en heren. Café, rep en roer. Hij schoot nog een keer. Weer mis. Hij raakte wanhopig. Zette het pistool op zijn slaap. En schoot toen zichzelf neer. Uit liefdesverdriet. Picasso, ziek van vroeging natuurlijk. Want hij had nooit zijn vriend mogen laten gaan. Hij wist dat het een jongen was die niet zo in balans was. En dat hij hem niet alleen kon laten gaan naar die vervelende vrouw. Die eigenlijk, ja, het was wat je dan noemt inderdaad, een femme fatale. Die de mannen alleen maar in het ongeluk kan storten. Dus op 22-jarige leeftijd moest Picasso zijn vriend alsnog begraven. Maar hij was te laat voor die begrafenis in Parijs. En hij heeft toen eigenlijk uit het hart het doodsbed van Casagemas geschilderd. Zoals hij het zich heeft voorgesteld. En hij deed het op een hele bijzondere manier. Want hij... Meestal zie je in de schilderkunst zie je een doodsbed van bovenaf, maar hij ging door de knieën. Dus hij ging op zijn hurken zitten en hij ging toen recht naar voren kijken en hij stelde zich
Casagemas voor op zijn doodsbed. Maar hij gaf hem nog enige kleuren mee binnen dat blauw. Enige kleuren, en dat waren de kleuren van een kunstenaar wiens naam hij toen net had leren kennen in Parijs. Een hele obscure kunstenaar bij het zien van het werk waarvan Picasso dacht, ja, dit is geweldig, dit is geniaal. Wie is die man en wie kan mij meer over die man vertellen? Dat is Van Gogh. Wij zeggen nu, dat is ongelooflijk dat niemand Van Gogh kende, maar in 1901 was Van Gogh nog totaal onbekend, waren ook ter wereld. Bij een heel klein clubje mensen was hij wel bekend. En Picasso ontdekte dus Van Gogh, hoorde dat hij zelfmoord had gepleegd eind 19e eeuw ergens in Zuid-Frankrijk. En hij besloot eigenlijk de dood van zijn vriend Casagemas te eren met de kleuren van Van Gogh. Dus je ziet de kleuren van Van Gogh door dat blauw heen. Nou, dames en heren, als u van dit verhaal niet een beetje blijer wordt en gelukkiger, dan weet ik het niet meer. Kennis is dus geluk als je naar kunst kijkt. Een groot kunstwerk heeft vaak een klein verhaal in het kielzog op basis waarvan je beter kunt kijken naar wat je ziet. Dat je beter kunt genieten van wat je ziet. Nou, dit zijn twee voorbeelden uit de kunstgeschiedenis. Dan maken we nu een hele grote stap naar het nu. Het gaat vanmiddag om een aantal kunstenaars in het bijzonder. Een groot aantal kunstenaars, misschien zijn ze hier ook aanwezig, staan in de Nationale Kunstagenda. Maar 8 kunstenaars zijn in het Tongerlohuis uitgelicht. En u kunt niet alleen hun werk zien, maar u kunt ook videofilms zien. Zeg ik dat goed? Videofilms zien over hun werk, waarin de kunstenaars in kwestie zeggen waar ze vandaan komen. Er wordt aan iedere kunstenaar gevraagd wie uit de 17e eeuw, wie uit de Gouden Eeuw is nou jouw voorzaat? Of uit wiens oeuvre put jij niet alleen inspiratie, maar misschien wel ook troost? En misschien ga ik iets verklappen, want als ik nu wat antwoorden geef, maar dat geeft niet, want de kunstenaars zeggen nog een heleboel meer op die filmpjes. Maar ik begin met Hans Wap. En Hans Wap, daar begin ik in het bijzonder mee, omdat ik 12 jaar geleden een keer een toespraakje mocht houden in het Dordrechts Museum. En ik mocht toen een kunstwerk uitkiezen. En ik koos toen een kunstwerk uit van iemand die een eenzame mensfiguur had geschilderd, staand op een aantal boeken. En op het hoofd draagt hij nog een ander boek. En de naam van die kunstenaar was Hans Wap. Dus ik kijk eigenlijk sinds 12 jaar al dag in dag uit naar het hele mooie werk van de figuur wiens werk u nu ook gaat zien. En Hans Wap maakt wel vaker van die eenzame mensfiguren. De man die in alles lijkt te berusten, zou je kunnen zeggen. Dat zegt het filmpje ook. Maar die eigenlijk een struggle for life heeft. En Hans Wap, ik mag het wel verklappen toch? Hans Wap noemt Vermeer als een van zijn grote voorbeelden of inspiratiebronnen. En dat is niet zo verwonderlijk. Want de mooiste schilderijen van Vermeer tonen ook eenzame figuren. Maar dan vrouwen. Hè? Het brieflezend meisje bij het venster dat in Dresden hangt. Het brieflezende vrouw in het blauw in het Rijksmuseum. Er is dus inderdaad een lijn te trekken van kunstenaar A naar kunstenaar B. En dan Henk Helmantel. Ook hij noemt een naam, en dat ga ik nu ook verklappen. Hij noemt Klaas als grote voorbeeld. Of iemand met wie hij zich in ieder geval verwant voelt. En ook de naam Vermeer valt in het filmpje van Henk Helmantel. Dat is eigenlijk ook niet zo verwonderlijk. Henk Helmantel maakt stillevens. En je zou eigenlijk kunnen zeggen dat Vermeer ook heel erg stille schilderijen maakt. Stillevens waar dan wel degelijk een personage op te vinden is. Want u zult dat misschien met mij eens zijn. Het brieflezend meisje bij het venster is toch een van de stilste schilderijen die je kunt bedenken. Wieteke van Zijl in de Volkskrant heeft ooit gezegd, de stilte om het meisje is zo stil, daar kan geen stilleven tegenop. Ik had eigenlijk nog verwacht dat meneer Helmantel Adriaan Coorte zou noemen, maar die noemt hij niet. En als het om deze eeuw gaat, zie ik misschien, maar misschien heb ik het mis, toch ook wel enig verband met de man die nooit verder is gekomen dan zijn woonplaats, Giorgio Morandi uit Bologna. U knikt ja, daar ben ik heel blij om. Dat is een ongelofelijke mooie schilder van stillevens. En ik zie enige verbanden tussen uw werk en dat van Morandi. Dan, Jan, praat ik te lang of ben ik nog even? Ja, ik mag nog wel doorgaan, hè? We zijn nu bij nummer 2, dames en heren. We hebben de 6 te gaan. Dus, hè. Ik ga in een hogere versnelling. Janneke Brinkman, ze is er niet, dus die kunnen we rustig overslaan. Nee, dat doen we niet. Janneke Brinkman, die botanisch kunstenaar. Zo wordt zij omschreven in het filmpje. En zij vertelt dat zij
dat er één museum in het bijzonder is waar zij altijd zeer geïnspireerd uit vandaan komt. En dat is het Frans Hals Museum. En zij noemt Frans Hals ook als inspiratiepunt. Dat is eigenlijk wel bijzonder, want ja, Frans Hals is een tekenaar, schilder van mensfiguren. En Janneke Brinkman tekent bloemen, ook een vorm van stillevens. En je zou zeggen, die afstand is groot. Ik had eigenlijk een andere naam verwacht en ook een ander museum. Ik had eigenlijk verwacht Redouté, Pierre-Joseph Redouté. Van hem was onlangs niet in het Frans Hals Museum, maar in het Tijlers Museum werk te zien. En Redouté was een kunstenaar die bloemen maakte, bloemen op doek, in opdracht van de grootheden van hun tijd, van zijn tijd. Marie Antoinette, Josephine Bonaparte. Hij was eigenlijk de Janneke Brinkman van zijn tijd, zou je kunnen zeggen. En ik zou wel eens willen, dat zou wel een mooie test zijn eigenlijk, maar dat kan niet helaas. Je zou eigenlijk mensen een blinddoek om moeten doen en dan twee schilderijen naast elkaar zetten. De één van de wereldberoemde grootmeester Redouté, die bloemen schilderde alsof je ze zo van het doek kan pakken, en daarnaast Janneke Brinkman. En ik denk dat sommige mensen niet kunnen aanwijzen wie wat gemaakt heeft. En dat zegt dus heel veel over het niveau van degene wie er werk u zo meteen daar gaat zien. Marianne Narebout, daarover leerde ik in het filmpje dat haar leven een leven is van ja, reizen, cosmopolitisme. Curaçao valt, het Midden-Oosten. Zij werkt met papier, doek, hout en metaal. Zij kan moeilijk iemand noemen, maar koos uiteindelijk voor Pieter Breugel. Dat is ja, wel verrassend, want ik zie in haar werk eigenlijk allerlei mensen. Maar ja, je moest iemand noemen uit de 17e eeuw, maar ik dacht aan Cobra, Asger Jorn, maar ook aan Harry Matisse, Henri Moore, Hans Arp ook, denk ik, misschien heb ik het mis, Marc Chagall, allerlei kunstenaars bij wie de kleur, als het ware, bij wie de kleur het eerste, tweede, derde en het vierde verhaal. Wat zeg je? Ja, daarom zeg ik ook, jullie moesten uit de middeleeuwen kiezen. Nee, dat weet ik, daarom zeg ik het ook. Dat is voor jullie een heel moeilijke vraag. Daarom, ik probeer het ook enigszins te vergoeilijken. Daarom zei ik ook, ja, jullie moesten wel uit de 17e eeuw kiezen, een hele verre voorzaat. De volgende, en die zal waarschijnlijk dezelfde problemen hebben gehad, Menno Baars, die moest ook iemand noemen. Hij noemde ook Rubens. Dat is niet zo verwonderlijk als je het werk van Menno Baars ziet, want dat is het werk van het grote gebaar. En Rubens is ook de schilder van het grote gebaar. Maar ook bij hem denk ik eerder aan de 20e eeuw, aan Munch. Misschien aan Asger Jorn wederom. Maar misschien ook in toenemende graad van abstractie aan de man die altijd een Amerikaan wordt genoemd, maar toch wel een Nederlander is gebleven. Vind ik eigenlijk. Ik vind dat het toch een Nederlandse kunstenaar is. Willem de Koning. Daar dacht ik aan. Misschien heeft u zo meteen straks in het Tongerlohuis weer hele andere associaties. Jesse Faber. Nou, daar heeft de wethouder ook al iets over gezegd. Kijk, wie kan hij anders noemen dan Rembrandt? Hij is telkens in gesprek met Rembrandt. En naar mijn idee doet hij dat op een uiterst slimme manier. Ik zou zeggen, Rembrandt meets Andy Warhol. Dat zie je in het werk van Jesse Faber. Hij doet als het ware de grote werken van Rembrandt in een wasje van 90 graden van de pop art. En uit dat wasje komt dan een pop art-achtig nieuw werk. Weliswaar van de hand van Jesse Faber gedropen, maar ontegenzeggelijk met de 17e eeuwse roots van Rembrandt erin terug te vinden. Dan Wouter Stips. Hij noemt iemand die niet eerder is genoemd in het lijstje van vandaag. Je moest inderdaad voor iemand uit de verre middeleeuwen kiezen of de Gouden Eeuw. Jeroen Bos. Dat verbaasde mij wel een beetje. Als u zo meteen het werk gaat zien van Wouter Stips, ja, dan is dat eigenlijk een wereld van voor de zondeval. Terwijl Jeroen Bos de wereld van de slechterikken, de pijn, het verdriet, de kwellingen, de bezoekingen. Dat is de man die eigenlijk de mensen in de middeleeuwen heel erg bang maakte met zijn schilderijen. Pas op, als je niet godsdienstig leeft volgens de 10 geboden, dan gaat er dit met je gebeuren. En dan hoefde je eigenlijk maar te wijzen naar een schilderij van Jeroen Bos. En dan was men in de middeleeuwen uiterst bevreesd. Maar nu zou je kunnen zeggen, wat staat er te gebeuren na onze dood? En dan wijs je naar een schilderij van Wouter Stips en dan word je heel blij. Dan denk je, dat is de hemel. Hè? Dus het is de wereld van voor de zondeval, maar ook de hemel. Dan degene met driedimensionale werken, Judith Wiersema. Het is de enige kunstenares die ik van deze 8 die ik noem, die ik ooit eerder heb ontmoet bij een andere gelegenheid in Bergen, Noord-Holland, waar een aantal kunstenaars tezamen kwam. U moet zo meteen gaan kijken. Dat is heel moeilijk te beschrijven wat Judith Wiersema maakt. Ik vind dat het hele exuberante werken zijn,
maar tegelijkertijd ook ingetogen. Dat kan bijna niet, maar bij Judith Wiersema kan dat wel. En hier ga ik ook twee mensen noemen, zoals ik bij Jesse Faber zei. Rembrandt ontmoet Warhol. Zou je misschien kunnen zeggen, Brancusi ontmoet Pierre Bonnard. Pierre Bonnard is dan wel een schilder, maar hij schilderde altijd en eeuwig Marten. Marten, Marten en nog eens Marten, zijn muze, met wie hij jaren en jaren leefde. Nou, jij doet eigenlijk als vrouw wat Bonnard in zijn verafgoding van zijn vrouw deed. Met dit verschil dat jij, nou, laat ik het zo zeggen, de vrouw is niet jouw muze, daar verklap ik geen geheim mee. Maar jij doet eigenlijk datgene wat hij ook deed. Werk na werk na werk, de vrouwelijke houding, de vrouwelijke attitude, de vrouwelijke strijdbaarheid, misschien ook de vrouwelijke desillusie, de vrouwelijke verwachtingen, de vrouwelijke intimiteiten misschien ook. Dat is allemaal te zien in het werk van Judith Wiersema. En je moet één woord noemen, hè? Als je één woord zou noemen conform de regel van de wethouder, dan heb ik eigenlijk het volgende woord. Ik zei dus exuberant. Mijn woord is majestueus. Dus majestueus werk. Dat voor wat betreft de acht van vanmiddag. U gaat straks ook, dames en heren, een kunstagenda zien. In die kunstagenda staan deze acht kunstenaars, maar ook een aantal anderen. En heel kort wil ik toch nog even iets zeggen. Ik kan ze natuurlijk niet allemaal noemen, want dan, ja, het is nu 16:50 en we moeten het wel middagwerk houden. Het hoeft geen avondwerk te worden. Fransje Versloot, ik weet niet of zij aanwezig is, maar ik dacht, toen ik haar werk zag, aan het werk van Gerhard Richter. Saskia Frinking, weer een ontmoeting, dacht ik, Vermeer ontmoet Marlene Dumas. Simone Telen, dacht ik aan Willem de Koning opnieuw, aan Pollock. Even kijken, Joost van Blijswijk, dat is een wereld waar kunst en design elkaar ontmoeten. En je ziet daar ik zag op de kunstagenda een heel mooi blauw werk. En ik dacht, ja, toch gaan we misschien allemaal wel terug naar diezelfde Yves Klein. Roos van der Meijden, dacht ik aan Erik Fischel, de Amerikaanse hyperrealist, die eigenlijk soms dingen laat zien die we niet willen zien. Jos Rijf, ja, ik ben wezen googlen voor vanmiddag. Jos Rijf, dames en heren, vrouwen en voedsel. Daar gaat het bij Jos Rijf over. Kijk in de kunstagenda en dan zie je een afbeelding van een, ik weet niet wat het is, geen hamburger, een superburger. Want hij heeft wel drie lagen. Het ziet eruit inderdaad als een heel modern eigen tijdstilleven. Een hamburger kan dus ook een stilleven zijn. Maar het kan aan mij liggen, maar die hamburger heeft ook iets dreigends. Iets gevaarlijks. Het ziet er, ik zou zeggen, ja, je kijkt toch met andere ogen naar een hamburger als je dit schilderij hebt gezien. Jos Rijf schildert ook vrouwen. En ineens dacht ik, het is allemaal hetzelfde. Voedsel kan heel gevaarlijk zijn, maar vrouwen, die zijn nog gevaarlijker. Zeker in het werk van Jos Rijf. Diane Meulmeester, geboren in Zeeland, als ik het goed heb. Luc Tuijmans, ik zag sporen van Luc Tuijmans. Ik zag ook sporen van Michael Bormans. Ik weet niet of dat juist is. Monique Bouters, ik zag sporen van Paul Klee en Helene Hill, Jan Sluiters, Kees van Dongen. Iedereen heeft weer een ander voorland. Ik wil eigenlijk afsluiten, dames en heren, deze middag met Mirjam Vleugels. Haar werk, dat is bijna niet te typeren, want dan zie ik zeer veel verschillende invloedssferen en voorzaten. Zij werkt zowel abstract als figuratief. En ineens zag ik zomaar in haar werk die golf, die beroemde golf van Hokusai. Die kent u wel, die golf. Kent u die golf van Hokusai? U bent niet naar het Van Gogh Museum geweest, maar u gaat me toch niet vertellen dat u die golf van Hokusai niet kent. In het National Gallery of Modern Art, de beroemde golf van Hokusai, dat kleine bootje. U kent het allemaal. Als u het niet kent, gaat u naar huis, gaat u voor straf googlen. Die golf zag ik plotseling terug, maar dan in een nog geabstraheerdere versie. Dus dat vond ik erg leuk. Ik wil nog één iemand noemen, Max Bavis, als ik het goed zeg. Baris of Bavis, ik kan mijn eigen handschrift niet altijd goed weer teruglezen, maar dat moet u ook goed bekijken, dames en heren. Ook op Google of elders staat maar één werk in die Nationale Kunstgids. Maar hij maakt alleen maar huizen, wolkenkrabbers, andersoortige gebouwen. En vooral die wolkenkrabbers, die zijn zeer goed. Dus één schilderij waarin hij een Japanse hoogbouw heeft geschilderd. Je ziet dat het stellages zijn, maar het oogt ook als een abstract schilderij. Dus, dames en heren, u heeft heel veel werk te verrichten vanmiddag. Nu gaan wij, dacht ik, naar het Tongerlohuis. Het laatste wat ik wil zeggen is dit.
En dat zijn woorden van iemand naar wie ik altijd heel goed luister, omdat hij zo prachtig over kunst kan vertellen. Hij doet dat wel een beetje binnensmonds, maar dan moet je heel goed luisteren en dan vertelt hij heel veel waardevols. Oude kunst leert ons een beetje om naar nieuwe kunst te kijken. Maar omgekeerd, en ik citeer nu Rudy Fuchs, is nieuwe kunst er vaak voor nodig om oude meesters op een nieuwe manier te gaan bekijken. En dat kunnen wij misschien vanmiddag gaan doen. Wij kunnen naar de 8 kunstenaars gaan kijken die ieder voor zich iemand uit de middeleeuwen of de gouden eeuw noemen. Behalve Judith, want die zei ja, de sculptuur begon pas bij Rodin. Dus die noemde toch een 19e eeuw. Maar dankzij deze kunstenaars, dankzij het werk van deze kunstenaars, genieten wij niet alleen van hun eigen werk, maar kunnen wij ook met een hernieuwde blik kijken naar juist die kunstenaars die zij noemen. Ik dank u hartelijk en ik wens u een hele fijne middag.